Ik ga iets heel nieuws doen in mijn leven. Ik ga een televisieprogrammaatje maken. En het gaat over mensen. Het gaat over Zeeland. Het gaat over passie. En ik hou van Zeeland. En ik zou er heel graag mensen bij zoeken die ook van Zeeland houden. En hier iets doen met alles wat ze in zich hebben. En vandaag wil ik u graag meenemen naar de plek in Zeeland waar het voor mij is begonnen. Het is mijn oude werkkamer. En in die werkkamer daar hangen drie schilderijen. En die geven echt de essentie weer van het Zeeuwse landschap. Ik vind ze prachtig. Dag Carla, hoe is het? Heb je enig idee waarom ik hier ben? Nou, ik heb gehoord dat men op zoek is naar jouw passies. En dat die mooie schilderijen van Antoine Mes die hier hangen, dat jij daarvan hebt leren houden. Net zoals ik. Ik ben hier binnengekomen en toen vond ik het niks. Toen dacht ik, het eerste wat eruit gaat zijn die schilderijen. En hoe langer ik naar keek en meer begon te wennen aan het Zeeuwse landschap, hoe mooier ik ze vond. Dus ze zijn nooit weggegaan. En eigenlijk heb ik begrepen dat dat met jou net zo is. Klopt, ik ben ervan leren houden, gaan leren houden. En wat dat betreft, ja, het raakt het hart van Zeeland. Kijk even naar die drie schilderijen. Ik vind ze prachtig. Ik vind dat ze echt een model staan voor het Zeeuwse landschap. Ik heb nooit geweten of ze zeker door hem als een drieling geschilderd zijn. Maar zo heb ik ze wel opgevat. De ene is het voorjaar, de andere is de oogst en de derde is de winter. En naarmate ik het Zeeuwse landschap meer ging waarderen, ben ik ook deze schilderijen meer gaan waarderen. Als je daar met die ogen naar kijkt, ik vond ze prachtig. Wees je trouwens dat de schilder eigenlijk bij mij tegenover woont. Nee toch, echt waar? Ja, kun je hem niet hier naartoe halen? Ja, dat kan. Dat doet hij vast. Ik bel hem. Hallo, Antoine? Hoi, meneer Mes. Goed zo. Hoi. Gekke, dat kun je nauwelijks meer weten. Ze hangen hier al heel erg lang. Want u heeft niet meer gezien? Sinds Van Gelder, hè? Sinds Van Gelder. Die zijn een keer aangekocht door de provincie. En toen heeft men ze hier hangen, want ik weet niet eens of dat een keuze was van Van Gelder. En sinds die tijd heeft u het niet meer... Ik heb het niet gezien. Af en toe zag ik het op tv, als hier namelijk opnames gemaakt werden. Ja. En het deed het me deugd dat het maar bleef hangen. Maar er waren er drie, hè? Er zijn er drie. Ja. Oh, wacht even. Ja. En wat ik ontzettend graag van je wil weten is, want ik heb het altijd gezien als een drie-eenheid, als een drieling. Maar ik weet helemaal niet of jij ze ook zo geschilderd hebt. Nee, joh. Ja, ik heb altijd, dit is het voorjaar, dat is de oogst, dan zie ik een combine in en dan de winter. Carla dacht dat dat een combine was, maar je mag het zelf natuurlijk interpreteren. Dat vind ik wel leuk om te horen. Want dat is het helemaal niet. Het is gewoon weer boompartij waar tussen daken aanwezig zijn. Dus gewoon een boerderij met een schuurtje erbij. Hartstikke leuk dat we even naar jouw huis kunnen. Ik weet dat je daar nog heel veel werk hebt hangen. In mijn woonkamers heb ik gewoon de hele geschiedenis van het schilderen van het landschap. Hoe het begon en hoe ver ik nu ben. Aan de hand van een stuk of zes schilderijen kun je het eigenlijk bekijken. Ik rij gewoon door het landschap en zie heel mooie dingen. En daar maak ik foto's van opdat ik denk dat ik daar misschien iets mee kan doen. Gewoon simpelweg de passepartout verschuiven naar boven toe. Dan krijg je hier de smalle lijnen, zoals ik ze schilder. En dat is visueel, zijn dat fantastische dingen om mee te werken. Ja. Hier heb je het bekende slootje van mij. En dat laat ik niet helemaal doorlopen tot het eind, omdat ik het wel interessant vind om met die vorm te spelen. Dit is een schilderij waar ik nog mee bezig ben. En je ziet dat het een heel eenvoudige compositie is. Maar het is helemaal gebaseerd op wat ik in het landschap zie. Dit is gewoon de dijk die we hier in Zeeland voortdurend tegenkomen. Dit is dan een groot korenveld. Omgeven door gras, lijnen en vlakken. En daaromheen pakt weer een ander veld. Ja, ik heb het natuurlijk zo ver gestuurd dat dat haast een abstract landschap lijkt te zijn en niet meer op een werkelijkheid te toetsen is. Maar dat is het nog volledig. Maar ik weet een beetje de ontstaansgeschiedenis. En voor mij is het nog steeds een landschap. Een Zeeuws landschap.
Het zou nergens anders kan het zo zijn als hier. En dat vind ik er helemaal zo mooi aan.